Van der Looy, ben je een beetje hersteld van het gelijke spel tegen Volendam? Jawel, zeker wel. Ik wel. Kijk, het blijft natuurlijk een bepaalde teleurstelling, omdat het... ik denk dat we niet helemaal hebben gespeeld als dat we wilden spelen. Zeker na de goal niet. Dus dat is altijd wel teleurstellend. Aan de andere kant heb ik ook van tevoren benoemd dat het best lastig zou worden tegen Volendam. Omdat het ook wel in de wedstrijden tegen Feyenoord en Heerenveen was gebleken. Nou, dat is zo. Uiteindelijk sluit je die wedstrijd maandag af en dan ga je weer gewoon door. Met het proberen beter te worden als team. Proberen spelers beter te maken individueel. En dan ga je ook weer richten op Ajax. Dus zo werkt voetbal ook. Je kan 24 uur genieten van een overwinning. En je moet 24 uur balen maximaal van een nederlaag of een gelijkspel. En dan ga je weer gewoon door. Is het zo dat jij een klein beetje het lef en de brutaliteit van je spelers mist in het veld? Nou, deze wedstrijd bij Vlagen wel eigenlijk. En dan vooral na de goal tegen. Dus ik vond het wel uitstekend begonnen. Maar na die goal hadden we echt wel 25 minuten, een half uurtje dat we gewoon weg waren. Nou, dat is best lang in een wedstrijd, als je zo lang weg bent. Uiteindelijk hebben we daar in de rust over gehad. En de tweede helft zie je het dan wel weer terug. Zie je het ook weer groeien. En kan je ook gewoon nog die wedstrijd winnen. Hè? Want je hebt natuurlijk met Mario en ook met Sven nog twee hele goede kansen om die wedstrijd te winnen. Maar dat miste ik wel een beetje deze wedstrijd. Terwijl dat bij RKC juist wel goed was. RKC komen we voor. RKC komt op 1-1. Dat is ook een tegenslag. Maar daarna zag ik wel meteen weer het lef om te gaan voetballen, vooruit te spelen. Maak je een goal, kreeg je daarna nog de kans om 3-1 te maken. Ja, dat was anders nu. Is het een kwestie van de mouwen opstropen en zeggen van hier in Erva Assito zijn wij de baas? Nou ja, dat is wel de basis. Dat is niet het enige. Want je moet ook wel volgens mij wel een plan hebben hoe je het dan met elkaar gaat doen. Dus je moet ook wel samenspelen. Maar het is ook niet zo dat de spelers hun mouwen niet hebben opgestroopt. Hè? Dus dat ze niet wilden of dat ze... Dat is het ook niet. Het is iets onbewust meer. Dat heeft ook een beetje met zelfvertrouwen misschien te maken. Een aantal nederlagen misschien gehad thuis. Waarbij je denkt als we 1-0 achter komen, oh, het gaat toch niet weer gebeuren. Nou, dat moet je eigenlijk achter je laten. Je moet met voetbal bezig zijn en wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus de basis is zeker je mouwen opstropen en alles geven. Maar er moet wel iets bij. Goed, zaterdagavond staat Ajax op de stoep. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja, ik hoop dat we er een mooie pot van maken natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. En we gaan voor een resultaat, wat het ook is. Of dat 3-1 punt. Daar gaan we keihard voor knokken met elkaar. Daar hebben we ook over nagedacht hoe we dat gaan doen. Daar hebben we weer een plan voor wat er gewoon in de lijn ligt hoe we graag willen spelen. Nou, kijken of we dat ook uit kunnen voeren. De moeilijkheidsgraad is iets anders dan tegen Volendam. Dat was een tegenstander die ver terugging, die de ruimtes heel klein maakte. Ajax zal denk ik een tegenstander zijn die ons vooruit verdedigt, ons onder druk wil zetten. En daardoor zullen zij misschien wel wat meer ruimtes weggeven. Ja, zijn wij in staat om die ruimtes te gaan benutten en ze daarin pijn te doen? En zijn we in staat om de kwaliteit die zij natuurlijk hebben, zeker voorin, met Berghuis, Bergwijn en Brobbey, om die een beetje aan banden te leggen. Daar zal het om gaan. Ajax is niet de ploeg die het voorgaande seizoenen was. Schept dat een mogelijkheid? Ja, maar geloof dat er in iedere wedstrijd mogelijkheden zijn. Als je daarin gelooft en doet met elkaar wat je moet doen en je met de goede energie op het veld staat, dan zijn er altijd wel mogelijkheden. Maar Ajax is anders dan de voorgaande jaren. Het is denk ik zoals ik het net zei, voorin heel veel kwaliteit. Met drie internationals, drie spelers die iets extra's hebben. En daarachter is het soms, liggen er soms wel echt wel ruimtes. Is het een kwestie van doordouwen en kijken hoe de eerste helft verloopt? Nou, we willen gewoon beginnen zoals we met elkaar hebben afgesproken. Daar hebben we gisteren ook op getraind. Dus we hebben daar echt wel een idee over. En wat denk ik het allerbelangrijkste is, je kan in iedere wedstrijd een goal tegenkrijgen. En ook tegen Ajax. Maar het allerbelangrijkste is om in die wedstrijd te blijven. Dus ik heb ook een aantal keren nu Feyenoord gezien. En die zijn dan de eerste helft geweldig goed. En een tegenstander kan eigenlijk bijna overlopen worden, maar blijft in de wedstrijd. En in de tweede helft is het dan weer een andere wedstrijd. En is die tegenstander toch in staat om terug te komen. Weet je? Dus je moet niet, als je het lastig hebt, te makkelijk het overzicht verliezen of het geloof erin verliezen. Je moet erin blijven geloven. De wedstrijd duurt 90 minuten en daar gaat heel veel in gebeuren. Hoe staat je team voor op dit moment? Ja, wel goed. We hebben hard getraind deze week. We zijn doorgegaan met wat we willen. We hebben wel een beetje, al 2 weken, wel een beetje een soort griepgolfje door de club lopen. En bij staf en bij spelers. Dus nu is NS ziek. Dus we gaan kijken of hij er morgen bij is.
En we hebben op de linksbackpositie wat probleempjes. Ruben moest een blok maken in de allerlaatste minuut tegen Volendam. Daar heeft hij veel last van. Dus we gaan vandaag kijken of hij goed genoeg is om te kunnen beginnen. En Jetro kreeg van de week op de training ook een tikje van achteren. Waar hij een kneuzing aan over heeft gehouden. Dus die twee gaan we vandaag bekijken of ze fit genoeg zijn om te spelen. En de rest hebben we de lang geblesseerde. Maar voor de rest is iedereen fit. Nog 4 dagen en dan sluit de transfer. Ja. Hoe staat de Heracles ervoor? Komt er nog wat? Of? Nou ja, we zijn echt met man en macht bezig om dat voor elkaar te krijgen. Waarbij de tijd wel doordrikt. Dat beseffen we allemaal. Het is zo woensdag, dus er is wel actie vereist. Maar we zijn wel concreet met een aantal dingen bezig. Ja, je begrijpt ook dat ik daarin geen namen en posities en dat soort dingen kan noemen. Maar het is niet zo dat we zeggen van we zijn tevreden met Jordi Bruin die we erbij hebben gehaald. Daar zijn we wel tevreden over hoor. Maar niet alleen Jordi Bruin. Dus we zijn echt volle bak bezig. En ik hoop dat dat ook gaat lukken. Daar ga ik ook vanuit. Het weggaan van Satriano. Ja. Hoe erg is dat? Nou, dat is voor hem wel goed. Dus voor hem is het goed dat hij weer in een vertrouwde omgeving komt. Wat zelfvertrouwen op kan doen. En ik denk uit menselijk oogpunt is dat goed. Uit voetballend oogpunt denk ik dat we het op kunnen vangen. Zeker nu Jis meer gaat spelen. Fitter wordt. Langer inzetbaar is. Daardoor wordt de rol van hem toch iets kleiner waarschijnlijk. En ik denk een jongen van 19 jaar die zich niet helemaal gelukkig voelt in zijn omgeving. En lastig heeft om het voetbal op te pikken. Ja, die moet je ook helpen soms.